GPS op 8.2. Welkom, welkom, welkom. Ik ben Samantha van Dams en we zijn hier op straat, live op locatie met SCVS kanaal 8.2. En wij brengen u de AVD-flitsen, de actie, de sensatie en alle mooie kostuums die er zijn bij onze eigen Surinaamse AVD. Dat klopt helemaal. Ook van mijn kant en van harte welkom in deze live reportage vanuit de Wanikastraat. Waar we dus de 54ste avondvierdaagse aan jullie zullen gaan presenteren. Deze avondvierdaagse, je ziet dat de groepen al langskomen. Deze avondvierdaagse heeft dus als thema, dat doe ik aan de AVD. Want fit zijn, dat is oké. En dat kunnen we dus zien hier. We gaan Samantha even naar de andere kant sturen. Samantha, ik zie jou zo meteen terug. En wij staan dus hier bij een van de hotspots. Er zijn zoveel hotspots hier tijdens deze 54ste avond, vierdaagse. En sowieso gaan wij natuurlijk alles, de hele vibe, de hele sfeer en die fatsoen gaan we voor je brengen hier vanuit de straat. Naar de volgende groep nog in aantocht is. Wat wij tot nu toe weten is dat er zich dit jaar meer individuele lopers hebben aangemeld. En dat wel 1300 meer als het vorig jaar. We hebben 16 juniorengroepen en 65 seniorengroepen die mee participeren en meelopen in deze avond vierdaagse. Zoals je ziet lopen de individuele jong, oud, natuurlijk ook. Vorig jaar de nummer 1 positie kunnen halen en dat wel in de algemene klasse. We gaan kijken naar NV Haven weer. En dat is dus seniorgroep nummertje 12, Havenbeheer NV. En ook op hun banner staat natuurlijk het logo van deze avond, vierdaagse. En dat is dus niets anders dan doe mee met AVD, want fit zijn, dat is oké. Ze zien er prachtig uit in het wit. En ook hier geven ze een geweldige show weg.
ontdekken in deze ABE. Als je wil weten waar je precies moet zijn om de geweldige shows te zien bij deze 54ste AVD, moet je sowieso overal online kijken op social media en overal anders waar de organisatie ervoor heeft gezorgd dat de informatie er staat. Wil je weten, ben je in het verkeer en wil je uit de buurt blijven van de drukte, dan weet je precies waar je die informatie moet halen. Het staat overal. We hebben de kosten gezien, er is kosten nog moeite gespaard om deze organisatie op te zetten. De verschillende onderdelen van deze immense organisatie moet je niet onderschatten. En er zijn zoveel familie en vrienden die langslopen en meedoen aan deze 54ste AVD. We hebben dan... En dat zijn degenen die het vorig jaar hebben gewonnen. En dag kudoe! Dat zijn allemaal familie en vrienden die je ook bij de hotspot allemaal ziet. Maar we hadden het over NV Havenbeheer die daarnet een wervelende show heeft gegeven. En misschien denk je dat het heel makkelijk is om een paar kilometers kapot te slaan tijdens deze AVD. Maar je ziet, iedereen is nu nog in high spirits. Maar we zullen zien als ze aan het einde van de dag ook nog zo fit zijn. Ik denk het wel. We mogen nu denk ik kijken naar de volgende groep die aankomt. Het is een mooie culturele groep. Geweldige culturele kleding hebben ze. Ik probeer hun naam te lezen, dat zie ik niet zo goed. Het is een marron groep. Gangboli Peking. Ik lees het helemaal verkeerd, denk ik. Misschien dat ik zo direct iemand van de groep kan spreken om te kijken op welke manier de naam wordt uitgesproken. Zij staan klaar, denk ik, om een leuke show te geven ook bij de hotspot aan de Wanikastraat. Op de hoek met de, even kijken, wat is de naam van de straat? De Limesgracht. Op de hoek van de Wanikastraat en de Limesgracht is waar je bij deze hotspot de geweldige shows allemaal ziet. Maar er zijn overal verschillende hotspots. En ik denk, als je... of op straat wil komen meemaken, of je volgt het allemaal hier op SCVS kanaal 8.2. Even kijken als ik jou kan vragen, wat is de naam van de groep? Gangboli Peking. Oké, okay, en je bent de eerste uren van de wandelmars. Wat vind jij ervan? Ja, gezellig, is leuk. Geniet ervan. Dank u wel. Nou, hebben we het eerste uur, het eerste lichtjes interview gehad van degene die... Ja, in Gangboli Peking meeloopt aan de AVD. We kijken nu naar Afiba Mirutu. En dat is de groep die nu bij de hotspot een geweldige show geeft. Thank you.
Een van we hebben daar net een prachtige show weggegeven. En we gaan een van de individuele lopers om natuurlijk een interviewtje te doen met een van de individuele lopers. Hi, goedenavond, hoe gaat het met u? Goed. Jullie lopen individueel. Waarom individueel? We zijn dit jaar. Zijn dit jaar om individueel? Ja, om anders te doen. Jullie hebben de danspasjes ingesproken. We zijn van One Fitness, we willen individueel, maar we zijn van One Fitness. Gesponsord door Moussi Essa. SCVS. Gesponsord door Moussi Essa. SCVS. Weet je wel, One Fitness komt trainen, het is leuk. We geven een kleine demo gegeven van Zumba. En van Combat. Geweldig gedaan, jongens. Heel veel succes. Dankjewel. En zo hebben we gesproken met de individuele lopers die natuurlijk mee participeren in deze avond, de Vierdaagse. Dit jaar zijn het wel 1000 individuele lopers die meedoen aan deze avond, Vierdaagse. En dat is dus 300 meer als het vorig jaar. Nog meer individuele lopers die aan ons voorbij gaan. Dat zien we, er zijn heel wat individuele lopers dit jaar. En soms hebben ze ook nog een thema aan verbonden, zodat je kan zien dat deze individuele lopers bij elkaar horen. Deze hebben, mag ik vrij zijn? Jullie mogen absoluut vrij zijn. Deze individuele lopers die hebben het helemaal naar hun zin als we dat op deze manier mogen beoordelen. We hebben daar nog dan de major toppers. Ze zijn erg fleurig gekleed. We zien groen, we zien oranje, we zien blauw, we zien wit. Noem het maar op. Er zijn heel veel kleuren in deze groep van de major toppers. En natuurlijk ook op hun banner staat er aangegeven. Doe mee met de AVD, want fit zijn, dat is oké. De major toppers die gaan aan ons voorbij en ze zien er natuurlijk prachtig uit. Ik zie ook nog wat mensen in de groepen die ik ken. Heel mooi gekleed. En we hebben natuurlijk ook erachteraan de brass band met een leuke muziek voor de dames om op te dansen. Weet je dat de eigenaar Bernadette Agbulos degene is die de gangmaker is van de hele crew. En zij is degene die powered by Fernandez Ice Cream en McDonald's het allemaal mogelijk maakt. Dat BeFit deel is van deze 54ste AVD. Dat is ze zijn een groep die overigens altijd met de AVD meedoen. BeFit is een organisatie die meedoet omdat zij dus een sportschool zijn. En ze doen heel veel leuke dingen samen. En de AVD is natuurlijk één van de leuke dingen die zij allemaal doen. Ik ga zo direct proberen om Bernadette te spreken nadat ze klaar is met springen. En dit is iets wat ze altijd doen om te laten zien op welke manier, los van de billen schudden, je ook een leuke show kan weggeven bij de AVD. Er zijn heel veel dames in de groep, merk ik op. Er is een dame in rood, dat is een hele oude, vertrouwde BeFitter. En deze groep laat zien hoeveel energie er allemaal zit in het, in het doen van de AVD. En dit is hoe ze het doen. Je vraagt je af, hoe houden ze het vol? Los van het lopen van de zoveel kilometers per dag, geven ze ook een top show waarbij er heel veel aandacht wordt gegeven aan het doen van workouts en squats. Jongens, meisjes, ik zie eigenlijk, ik zie alleen maar dames. Alleen maar dames in deze BeFit. It's a power woman kind of thing. En ze laten zich van het beste zien.
Hoe vaak doet BFIT mee? BFIT doet al een aantal jaren mee. Hoeveel jaren weet ik niet precies, maar ik doe al 4 jaren mee met ze. Oké, en wat wil jij zeggen aan de kijkers thuis? Doe mee, kom kijken, de mensen die nog niet lopen, sluit je aan, al ben je niet ingeschreven, sluit je aan, doe mee, want lopen, zitten, maak je run, lopen. Is gezond, succes ermee. Zij lopen denk ik 8 kilometer, dat is de route van de eer, dat is de lengte van de eerste AVD-dag. 8 kilometer, powered by Fernandez Ice Cream en McDonald's. Je weet, McDonald's is heel veel van het eten, maar ze doen ook heel veel sportactiviteiten. Want zoals de slogan van de 54ste AVD van Suriname allemaal zegt, AVD, BFIT is oké. Ik denk dat ik de slogan een klein beetje verkracht. Misschien moet ik toch nog even nalezen om je te laten weten wat de juiste slogan is. In elk geval, AVD, BFIT, het is oké. Ik maak er zelf iets van. We moeten natuurlijk het verkeer de kans geven om hun doorloop te doen. En dat doen we nu. Ik groet voor deze flits. Tot straks. En we zijn er weer bij u in de huiskamer. En zoals u ziet zijn de mensen hier langs de kant natuurlijk ook helemaal uit hun dak gegaan. Om natuurlijk deze avond Vierdaagse mee te maken. De meeste mensen hebben wel eens een keer gelopen, sommigen niet. Misschien moeten we het ook gewoon vragen aan een van de mensen die hier langs de kant staat. Goedendag mevrouw, STVS Live. Hoe gaat het met u? Goed met u. Wat is uw naam? Esseline. Esseline, heb jij ooit meegedaan aan de avond Vierdaagse? Nee. Nooit meegedaan? Waarom niet? Gewoon. Je voelt er niet zo... Je hebt er niet zoveel zin in. Nee. Maar je vindt het wel leuk om de groepen te zien? Jawel. Heb je een favoriete groep? Je hebt nog geen favoriete groep? Nee. Voor wat je tot nu toe hebt gezien, is er niet eentje die is opgevallen? Oh,
Oh, je bent pas gekomen. Nou, geniet van de avond, vierdaagse in ieder geval. En geniet passief, maar wel lekker mee. Zo hebben we gesproken met een van de mensen die gewoon hier aan de kant staan om natuurlijk deze avond vierdaagse ook mee te maken. Want dat is waar de mensen het natuurlijk voor doen. Ze willen het ook gewoon zien. Het is de 54ste avond vierdaagse met als thema. Doe mee aan de AVD, want fit zijn, dat is oké. We zien ook de politie, die is een goed vertegenwoordiger om natuurlijk het verkeer in goede banen te leiden. Dames en heren, als u zo meteen uit huis gaat en u moet ergens zijn, volg AUB de instructies van de politie op de voet, zodat het verkeer er ordelijk aan toe kan gaan. We zien dan dat er nog meer individuele lopers aankomen. Individuele lopers die hebben zich natuurlijk ook allemaal een maand terug of langer aangemeld om mee te doen aan deze avondvierdaagse. We vragen deze meneer, waarom hij nou eigenlijk meeloopt met de avondvierdaagse? Ik ben er voorstander van om fit te blijven, dus heb ik besloten me in te schrijven tijdens de avondvierdaagse. Dat is hem zo'n beetje. En dat is ook wel leuk, dus ja. Heel mooi, heel mooi. Sowieso fit zijn is belangrijk, dat is ook het thema dit jaar. Wat verwacht jij verder van deze avondvierdaagse? Dat ieder gezond en wel aankomt op hun plaats van bestemming. En dat ze er een leuke tijd van maken. Is het je eerste keer AVD? Nee, namelijk mijn tweede keer. Is je tweede keer? En de vorige keer was leuker als deze, of is het nog te vroeg om te zeggen? Nog te vroeg om te zeggen. Heel veel succes. Oké, thank you. En zo praten we met een van de individuele lopers die natuurlijk ook hier aan ons voorbij gaan. Een hotspot hier aan de Wanikastraat, waar dus de lopers langs gaan. Vandaag is weliswaar de kortste route dat de deelnemers moeten afleggen. En dat maar liefst 8 kilometer. En dan hebben we ook nog de langste dag. En voor de junioren is volgens mij morgen al. En dan heb je ook nog voor de senioren is de derde dag. En dan leggen ze weliswaar 16 kilometers af. Terwijl we wachten op onze volgende groep, dan praten we nog even met wat mensen hier aan de kant. En we zien een mevrouw hier staan. Hi, dag mevrouw. Hoi. Hoe gaat het met u? Dit is STVS Live. Alles goed? Ja, zeker. Met u ook? Hey, go. Vakantie of stage. Stage. Oké, heel mooi. Het is de AVD. Weet jij daar iets van? Nee, wij kennen het niet. Dus we kwamen hier even kijken. En superleuk. Ja, het is de avondvierdaagse. Eigenlijk wil ik bijna zeggen het carnaval van Suriname. Met de leuke kleuren. Geniet je ervan? Ja, zeker. Wij hebben het ook in Nederland. Dus dat is superleuk. Hoe ziet dat eruit in Nederland? Ja, wel iets anders dan dit. Wel heel erg leuk, ja. Mooi. Ga je ook een keer meelopen als je er weer bent? Nou, we moeten even kijken of we een keer nog terugkomen. Maar dan zal ik zeker meelopen. Nou, geweldig. Geniet van de avondvierdaagse. Zo hebben we gesproken met een van de stagiaires die hier een stage loopt in Suriname. En natuurlijk ook eens komen kijken hoe deze avondvierdaagse loopt. De volgende groep die wij voor ons hebben staan is niemand anders dan Telesuur. We zien de groep van Telesuur in beeld. Geweldige mooie dames die helemaal in het geel en blauw zijn uitgedost. De eerste deel van de groep zijn, neem ik aan, de mensen die daar bij Telesuur werken. Daarna hebben we de hele leuke danseressen van die voor de breastband lopen. En de mensen allemaal iets moois presenteren. Ik zie een clown met de afro die is net langsgelopen. En dat is wat Telesuur allemaal brengt voor de mensen die er allemaal naar kijken. Op straat, hier aan de Wanikastraat, bij de 54ste AVD. De breastband laat zich van zijn beste kant horen. En luister maar even naar wat zij u allemaal presenteren. De tonen
ja, zij hebben als groep, denk ik het vorig jaar, zijn ze in de prijzen gevallen. En ja, ik denk dat ze dit jaar er zeker weer voor gaan om in de prijzen te vallen. Wat ik het allerleukste vind, zijn de individuele lopers die ja, zich samenhokken en er een heel leuk feestje van maken. Samen staan we sterker. En ja, Rodney heeft het daarnet ook al een paar keren gezegd. Beter dan mij, de slogan van de 54ste AVD is: doe mee met AVD. Fit zijn is oké. Ik hoop dat ik het dit keer wel goed heb. Misschien na, ja, na vandaag kan ik het een klein beetje ja, doen. Maar in elk geval hebben we weer de doorloop van het verkeer. Want die moeten er natuurlijk in elk geval wel langs. De route voor vandaag ken ik nog niet uit het hoofd. Ik zal zo direct kijken of ik iemand van de organisatie BVSS kan spreken. Die me meer kan vertellen over de manier hoe de route allemaal tot stand komt. Want wat ik wel weet is dat de organisatie er zeker zich sterk voor maakt. Om zo min mogelijk het verkeer last te laten ondervinden van dit geweldig festijn. De AVD is niet zomaar een festijn. Het is een cultureel festijn. Je ziet, de mensen hebben zich allemaal uitgedost. De culturele groepen, maar ook de bedrijvenklasse die zich sterk voor maakt en heel, heel goed aan het publiek wil laten zien dat zij als bedrijf ook gaan voor een fit Suriname. Ja, ik maak plaats voor meer show. We zien een geweldige mooie groep aankomen. En ik zie de traditionele Indiaanse kleding, inheemse kleding om het goed te zeggen. Even proberen te lezen wat de naam is die er staat op de banner. Nee, dat kan ik nu niet zo goed lezen, de naam die er staat op de banner. Maar het is in elk geval een inheemse groep die eraan komt. En natuurlijk eerst bij de hotspot hun show maakt. En zo zien we ook dat de groep Rito Jaar hier aan ons voorbij gaan. Ze zien er prachtig uit. Ik wil toch wel een van de leiders van de groep een naam pakken. We pakken een van de leiders van de groep. Goedendag mevrouw, dit is STBS. De leider van de groep is hier. Is dit deze mevrouw? Goedendag mevrouw. U bent de leider van de groep? Ja, klopt helemaal. Wat is precies de naam van de groep? De naam is Chiricho Yare, dat betekent ster, de ster van de inheemse. Dat betekent dus de ster van de inheemse. Jawel. Hoe lang heeft het geduurd om deze pracht van pakken in elkaar te zetten? Drie maanden lang? Drie maanden lang, ja. Jullie zien er in ieder geval formidabel uit. Het is de eerste dag van de avondvierdaagse. Wat verwacht u van de avondvierdaagse? Alles wat ik verwacht is alleen maar positiviteit. Heerlijk. We kunnen niet wachten, dus iedereen is enthousiast. En we gaan succesvol afronden. Geweldig. Heel veel succes ermee. Dankjewel. En zo hebben we gesproken met een van de leiders dus van een van de culturele groepen die nu aan ons voorbij gaan. En zo werkt dat nou eigenlijk als wij hier live zijn op locatie. En dat is nergens anders dan aan de Wanikastraat, waar wij dus staan om jullie natuurlijk het verslag te brengen over deze avondvierdaagse. Het is de 54ste avondvierdaagse en de volgende groep die wij dus zien aankomen, dat is geen enkel ander dan Prefuru. Prefuru is ook een van de groepen waar je elk jaar naar moet uitkijken, want deze groep is ook een van de groepen die sowieso hoog scoort tijdens de avondvierdaagse. En daar krijg ik een dikke brazen van een van de individuele lopers. En een kusje, hoe gaat het met u? Alles lekker? Ja hoor. Geniet je van de AVD? Helemaal, het is mijn eerste keer. Is je eerste keer? Ja. En tot nu toe? Helemaal. Heb je al pijn aan de voet? Nee, nee. Korte route. Is korte route. We kijken. Ze loopt alleen de korte route. Dus dat mag natuurlijk. We wensen in ieder geval heel veel succes. Dankjewel.
Dat brengt ons naar een van de groepen in de culturele klasse. En dat is niemand anders dan Prefuru. Ze zien er prachtig uit. En natuurlijk in de culturele klasse horen we deze groep goed in de gaten te houden. Want hun zullen wel één zijn waar we 100% naar uit moeten kijken. Als ik nog even eraan mag toevoegen, de koto's die zien er prachtig uit. En dan natuurlijk een van de lekkerste sausen volgens mij hoor, die nu aankomt lopen. En dat is niemand anders dan Perlin's Food. En dan zien we de sausen ook erop staan, maar direct met het thema eronder. Want het thema dat is, doe mee aan de AVD, want fit zijn, dat is zeker weten oké. En net hoe ze bij ons aankomen lopen. Keukenprinsessen, die lopen ook mee tijdens deze avond, vierdaagse. En de mensen die we zeker weten niet mogen missen tijdens deze avond, vierdaagse, dat zijn onze eigen Surinaamse celebrities. Ik zie dat Cyril volgens mij erachter aankomt. Hij is de crowd helemaal hier aan het hypen op de hotspot hier aan de Wanika-straat. En hij zingt ook nog zijn favoriete, volgens mij, meest bekende hit nu op dit moment, Bye Brede. En hij zegt erachteraan, potty boter, we pakken Cyril nog erbij. Cyril, STVS live, hoe gaat het met je, jong? Ja, rustig, het gaat heel ontspannen, gezonde levensstijl, wat zeg. Wat was het? Je doet mee aan de avond, vierdaagse, waarom? Altijd, kijk, ik ben een sportieve man, ik hou van sport en ik ben altijd bewegelijk. Jouw boodschap aan de jongeren, voor deze avond, vierdaagse. Ik zou zeggen, eet gezond, gezonde levensstijl, blijf sporten. Je school, hou Suriname schoon. Wow, zeg, jumping bar. Heel veel succes, Cyril. En zo hebben we het dus gehad. Zelfs onze eigen Surinaamse celebrities doen mee. En terwijl Jaconess Ziekenhuis aan ons voorbij gaat. Heel mooi gekleed. Ziet er Afrikaans uit. Maar ze hebben wel een investering gedaan. Dan zien we weer dat er een korte gap is. Nou ja, eigenlijk niet zo kort, want we zien nog geen groepen aankomen. Je vergeet niet, je kijkt nog steeds live naar kanaal 8.2. En dat is dus niets anders dan onze nationale zender. En we brengen die hele AVD-sfeer brengen we gewoon bij jou in de huiskamer. Alleen maar dat jij natuurlijk ook gewoon mee kan genieten. Samantha, die sluit bij mij aan. Sammy, hoe gaat het? Sammy, geniet jij ook van die AVD? Ik geniet misschien een klein beetje te veel van de AVD. Ik ben helemaal aan het dansen met die groep. Maar dat is wat het allemaal met je doet. Volgens mij ben je iets enthousiaster als de deelnemers. Een klein beetje. Nou, in ieder geval waar jij zeker weten naar uit moet blijven kijken, dat is ons AVD-journaal. Elke dag, dat kan je natuurlijk volgen in de middag. En dan kan je natuurlijk ook gewoon te weten komen als wij nou eigenlijk waar we live staan. Want dat wordt sowieso ook vermeld. En Samantha, ik denk dat Sammy wel een van de mensen aan de kant kan pakken. Want ik zie die mevrouw daar erg nieuwsgierig naar ons kijken. Ja, kunnen we misschien even kijken? Heel ja? Veel mensen. We daar naartoe lopen, vertel ik even waar de groep nu naartoe loopt. We zijn aan de Wanikastraat en daar gaat de groep rechtdoor naar de verlengde gemeenteland. Nee, die gaat de verlengde gemeentelandsweg afslaan. Gaat daar door de Veldhuizenlaan in rechtsaf naar de Johannes Moengrastraat. En dat is het moment wanneer ze weer aankomen bij BTSS, het startpunt zeg maar. De dame waar Rodney het daarnet over had, is deze dame die in reflectorroze gekleed is. Hoe gaat het? Goed hoor. Jij bent ook genieten van de AVD? Ja, helemaal. Wat vind je er tot nu toe van? Geweldig. Waarom loop jij niet mee? Misschien gaan we morgen mee doen. Gaan jullie morgen gewoon erin springen? Jawel. Ja. Als groep of alleen? Individueel. Individueel. Maar zoals je hebt gezien, dat net de individuele mensen geven net zoveel show. Ja, tuurlijk, en wij ook. Wij gaan het zeker ook doen. Wat is je naam? EQL. Ik kijk naar je uit, EQL. Jawel.
Dat is hoe we het allemaal hier gezellig maken bij de hotspot van de Wanikastraat met de 54ste AVD. We hebben de belofte van EQ al gehoord. Zij is zo direct ook een van de individuele lopers. Ik denk dat ze morgen gaat starten. Maar als we verder de loop van de volgende groepen volgen, groep nummer 26 is nu volledig aan het trillen en is een leuke show aan het geven bij de hotspot. Het is natuurlijk heel belangrijk als groep om je van je beste kant te laten zien, want dit is de plek waar er de meeste mensen staan. Het is de Invincible Squad meets de prikkels. En ja, wat kan ik erover zeggen? Ze prikkelen, zoals hun naam het allemaal zegt. Deze dames en heren zijn in roze gekleed met de Afrikaanse stof. Even vragen hoe ze aan het ontwerp komen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is je naam? Shasha. Hoe kom je aan het ontwerp van wat jullie aan hebben? Zo. Is de lijster, waar is het? Dat is achterop. De lijster is achterop. Maar vind jij, ben je tevreden met wat er is uitgekozen? Jawel, helemaal. En hou je het echt 4 dagen vol? Zeker. Oké, we kijken naar je uit. Succes! De leidsters en de individuele mensen, de leidsters en de leden van de groep, maar ook de heren die ook een volledig ander ontwerp aan hebben. En dat is wat er allemaal wordt gestopt in het er allermooist uitzien voor de AVD. Sommige groepen zijn al jaren van tevoren, maanden van tevoren bezig te plannen wat ze allemaal zullen aandoen. En voor sommige groepen is het heel makkelijk gepland. Een t-shirt en een broek. Maakt eigenlijk helemaal niet uit wat je aan hebt. Het feit is dat je loopt en dat je meedoet. Want doe mee aan de AVD, want fit zijn is oké. Ik hoop dat ik de slogan eindelijk eens goed heb gezegd. En we zien de groep van de Surinaamse bank net aankomen. En die staan klaar om bij de hotspot ook weer een geweldige wervelende show te geven. We zien een paar individuele lopers heel hard richting de finish lopen. Ze zien het einde al in zicht, denk ik. En nog weer een hele grote groep individuele lopers die er het beste van maken. Ik heb begrepen dat er bijna 54.000 mensen zich hebben, 4500 mensen zich hebben ingeschreven voor de AVD. Maar misschien is het streven van de BVSS dus wel dat 54.000 mensen zich gaan inschrijven om mee te doen aan dit groot cultureel manifest, aan deze grote culturele manifestatie. We mogen nu even rustig genieten van de Surinaamse Bosparbank. Ze nemen hun moment en we geven ze dat moment ook.
En zo hebben we dus natuurlijk de groep die helemaal in het rood hier aan ons voorbij is gegaan. En we hebben een kleine gap. Is het klein of is het groot? Ik denk dat jullie iets meer als mij zien. Het is een beetje groot. Ik denk dat we een van de kleintjes gaan pakken. Ik zie een heel lief klein meisje hier staan. Die ook naar de AVD is komen kijken. Hallo, je bent ook naar de AVD komen kijken, hoor. Ja, of vind je de AVD leuk? Ja. Heb je ooit eens meegedaan aan de avondvierdaagse? Nee. Ga je een keer meedoen? Wanneer? Volgend jaar? Ja. Volgend jaar, en weet je al voor welke groep je wil lopen? Ze weet het nog niet, in ieder geval. Te schattig voor woorden. Dit meisje hier, ze wil ook meedoen aan de avondvierdaagse. Maar natuurlijk is het allemaal goed. Ik bedoel, niet voor niemand al is het thema. Ik doe mee aan de AVD. Want fit zijn, dat is 100% oké. Zoals we daarnet al zeiden, zijn er heel veel individuele lopers dit jaar die meedoen. En maar liefst 1000 individuele lopers. Maar daar zullen natuurlijk wel een reden voor zijn waarom er zoveel individuele lopers dit jaar meedoen aan deze avondvierdaagse. De volgende groep die we daar zo zien, dat is Melanin. Ik denk dat ik het goed, ik hoop tenminste, dat ik het goed heb uitgesproken. Groep nummertje 28 bij de senioren. Dit jaar hebben zich 65 seniorengroepen ingeschreven, maar liefst 16 juniorengroepen en ook nog daarbij 1000 individuele lopers. In zijn totaal zijn volgens mij vandaag deze dag gestart 4500, als we natuurlijk de berichtgeving van meneer Percy Oliveira, hij is de voorzitter van BVSS, mogen geloven natuurlijk. Wij kijken naar de volgende groep, maar de volgende groep die staat nog iets verder bij de hotspot. Er zijn nog zoveel mensen hier naartoe gekomen, alleen maar om deze avond vierdaagse passief mee te maken, waarbij ze niet zelfs meedoen, maar wel aan hun favoriete groep, een oom, een nicht, een zoon, een dochter, een tante, zijn komen aanvuren. We zien deze mevrouw zitten, daarnet ging volgens mij iemand van de langs, klopt dat mevrouw? Dat klopt. Wie van u ging langs? Mijn vriendin. Uw vriendin ging langs. Ja. U bent uw vriendin komen supporten? Zeker. Heeft u ooit eens ook meegedaan aan de avondvierdaagse? Twee keren. Twee keren? En de groepen, weet u dat nog? Laat me zeggen, we hebben 2 dagen gelopen. Oh, okay. Voor de bank. Oh, oké. Okay. En voor een hartstichting, denk ik hoor, zoiets. Oké, okay, en hoe heeft u dat ervaren toen? Leuk. Leuk? Voeten? 4 dagen. Niet 4 dagen? Nee. Wel 2 geprobeerd? 2 wel. En u heeft dat als prettig ervaren. Wat vindt u trouwens van de avondvierdaagse in zijn totaliteit? Is toch een goede belevenis. Weet je, iets fijn voor de vakantiegangers en voor de jeugd. Ja, dat de jeugd ook natuurlijk. Bijzonder. En het is gezellig en ze hebben er nog een ander voordeel bij, want ze houden zichzelf fit. Zo is het. Doet u nog een keertje mee aan de AVD? Hopelijk. Hopelijk, dat was niet een erg bevestigend, maar geniet u alstublieft. Dank u wel. En zo hebben we ook een gesprek gehad met een van de dames die hier zo zit en geniet van deze avondvierdaagse. En u kunt het natuurlijk allemaal thuis volgen via kanaal 8.2. Het is niets anders dan de nationale zender, de SCVS. Na deze auto's die even langs gaan, omdat het gewoon moet. Het verkeer heeft een doorloop nodig. Maar als je daar doorheen probeert te kijken, dan zie je heel in de verte de groep van de personeelsvereniging van de Surinaamse Bank NV. Die ook meedoet aan de 54ste BVSS avondvierdaagse. En de slogan staat er heel goed op. Doe mee met de AVD, want fit zijn is oké. En natuurlijk, hoe kan het anders? De groep van DSB is in reflectorgroen gekleed. De dames maken er een mooie show van. En de breastband laat zich van zijn beste kant horen. Want natuurlijk, wat is een AVD zonder muziek? Er is geen AVD zonder muziek.
met sociale bezig. Oké, okay, en dit is een sociale. Wat wil de DSW hiermee aan de andere bedrijven laten zien? Dat ze het alleen met hun branche moeten meedoen. Ze moeten ook met de sociale meedoen. Ja. Oké, okay. En hou jij het vol 4 dagen, denk je? Natuurlijk. Vandaag is de korte dag, hè? Ja. Ik zie je aan het eind. Gewoon een opwarming vandaag. Oké, okay, mooi zo. Succes! Dat is de manier hoe de mensen het doen. Allemaal fit. En als je denkt dat je het beste hebt gezien, dan denk je verkeerd. Want hier is er weer natuurlijk de groep van Mysticals die zich een wervelende show geven. Ik vraag me af als de mensen, als de groep van de Mysticals meeloopt als groep of gewoon mensen op de route trakteert met de wervelende show. En dit is allemaal hoe de AVD verder er leven aan wordt gegeven. Want al deze kleine elementen zorgen ervoor dat de mensen die thuis op de bus via onze live-uitzending genieten van deze show. Sowieso op de bus afgestemd blijven. En daarnaast is het ook een kleine extra inspiratie, incentive voor mensen om uit huis te gaan, om dit live te komen meemaken. Want waar en wanneer anders maak je zo een groot festijn mee, waar mensen bezig zijn met hun gezondheid, bezig zijn met sport en ook een super show weggeven. Daar zien we ze dan ook, de individuele lopers. Die doen wij aan de avond vierdaagse. En ze zijn helemaal... ze zijn helemaal in die sfeer, die APD-sfeer. Ja, en hun doen ook mee. Ja, waarom? Want fit zijn, dat is oké. De volgende groep die we hebben zien aankomen, dat is naar het schijn ook een groep die in de culturele klasse meedoet. En dat is dus, ik zie de naam weliswaar nog niet. Maar in ieder geval geven ze wel al een geweldige show hier weg.
En het publiek bij deze hotspot die is hartstikke aan het genieten van alles wat er hier gepresenteerd wordt tijdens deze 54ste avondvierdaagse met als thema Doe mee aan de AVD, want fit zijn, dat is oké. En dat is dus Pets Promotion, die aan ons voorbij gaat. Dat is groep met start nummer 30, die aan ons voorbij gaat op dit moment. En deze groep hebben ze natuurlijk ook alles uit de kast gehaald om deze AVD tot een onvergetelijke te maken. Dit is Furlan's Food, de sponsorwagen van Furlan's Food, die aan ons voorbij gaat. Natuurlijk zijn deze wagens allemaal voorzien van zo'n toestemmingsbewijs van de BVSS. Want anders mogen ze hun natuurlijk niet participeren en aan het verkeer of in de straten waar dus deze groepen lopen allemaal in de avondvierdaagse. Lopen en dan kijken we nog even naar een van de kleine meestertjes die mee. Die is komen kijken naar de AVD. Je bent ook komen kijken naar de AVD. Vind je de AVD leuk? Wat vind je zo leuk? Je weet het niet, maar je bent wel komen kijken. Ja. Heb je mensen die lopen in de avondvierdaagse? Ik ben niet gekomen, ik was thuis. Oh, maar heb je nog mensen die in de avondvierdaagse meelopen, die jij kent? Ken je mensen die lopen? Mijn juffrouw. Je vrouw loopt. In welke groep loopt je juffrouw? India. In de Indiaanse groep? Ja. Oh, dat is hartstikke gezellig. Gaan jullie ook meedoen een keer aan de avondvierdaagse? Ja. Oké, dan kijk ik een van die jaren naar jullie uit. Geniet ze. En zo heb je natuurlijk ook de jeugd die het natuurlijk belangrijk vindt om fit te zijn. Wat gaan ze doen? Ze gaan doen. Meedoen aan de AVD. Nou, de volgende groep die wij hier hebben zien aankomen. Dat is niemand anders dan Trokkie. En hun zijn met startnummertje 31. En ze gaan natuurlijk ook hier bij de hotspot een show weggeven. Ik loop even naar een van de begeleiders van Trokkie. En we willen weten van deze mevrouw. Mevrouw, wat betekent Trokkie? Zo, een Trokkie is een bloem. Een bloem? Is die koto ook ontworpen naar die bloem? Nee. Wat voor koto is dit? Het is een zonnebloem. Onze thema is zonnebloem. Oh, mooi. Zonnebloemen. Mooi, u ziet er ook als een zonnebloem uit, hoor. Daar twijfel ik niet over. En wat is met uw hoofddoek? Heeft dat ook een speciale naam? Ja, het is Mr. Neve. Mr. Neve, jullie zien er in ieder geval prachtig uit. Succes in deze AVD. Dank. Zo zie je Trokkie aan ons voorbij gaan. En Trokkie die is natuurlijk een van de groepen die ook meedoet in de culturele klasse tijdens deze 54ste avondvierdaagse. Prachtig gekleed als je het mij vraagt. De volgende groep zijn de Lovers. Is een iets kleinere groep. Hun zijn een seniorengroep. Met startnummer 8. Oh, en nu begint de show. MC van de avond, die zeggen natuurlijk ook big up de Lovers, want hun zijn niet zo'n grote groep, maar in ieder geval weten ze er wel wat van om deze avondvierdaagse tot een onvergetelijke te maken. Zoals je het kunt zien, zijn de mensen
erger naartoe getogen. Alleen maar om deze avond vierdaagse mee te maken. En natuurlijk om hun familie en vrienden, broer, zus, noem het maar op, om deze mensen allemaal aan te vuren die wel participeren en wel meelopen in deze avond vierdaagse. We zijn aan de Johan Adolf Bengelstraat, waar wij dus u de live reportage vandaan doen. Alleen maar dat u natuurlijk thuis ook die hele AVD-sfeer, die AVD-fatu, die hele gezellige sfeer vanuit de Johan Adolf Bengelstraat kunt volgen. We zien dat ook volgens mij een stagiaires meedoen. Ik wil toch even een vraagje stellen. Hi, ja, hoe gaat het met u? Ja, goed. U drinkt zo een Parbo Rattler. Parbo Rattler, ja. Vind je lekker? Ja, is heel lekker. Je doet mee aan de avondvierdaagse. Ja. Waarom? Omdat ik ervan gehoord en ik dacht, dat is superleuk om een keer weer meegemaakt te hebben. Ah, oké. Okay. Ben je hier op vakantie of? Ik ben hier op vakantie, ja. Je bent hier op vakantie voor hoe lang? 5 weken in totaal. 5 weken in totaal en je drinkt een Rattler? En ik heb geluk, want de avondvierdaagse is dus... Precies. Rattler en de avondvierdaagse, het kan niet meer stuk. Geniet ervan. Ja, dankjewel. En zo zien we ook dat de vakantiegangers met onze Surinaamse vlag ook nog gewoon mee participeren aan deze avond, de vierdaagse. En hun hebben het tijd van hun leven, want ze lopen gewoon lekker met een Parbo Rattler in de hand. En dat kan natuurlijk niet meer stuk. We hebben een korte gap daartussen. Dan geven we hem even over aan Samantha, waarbij Samantha nou eigenlijk de mensen zal interviewen langs de straat. En Samantha die in een staat waar nogal wat mensen staan, om een opnoes even te vragen wat ze vinden van de AVD-sfeer. Rodney heeft het overgegeven aan mij en hij heeft daarnet een gezellige groep Nederlanders gesproken die op hun eigen manier helemaal hier in Suriname de 54ste AVD een klein beetje lichter kleuren op hun eigen manier. De groepen blijven eraan komen en de drukte hier aan de Wanikastraat bij de hotspot is veel, veel groter. De mensen drinken.